zonder handen, zonder voeten. Top! Op dit moment zijn wij bezig op Schiphol met een proef met een zelfrijdend bagagevoertuig, zoals je hier kan zien. Hij verschilt niet heel erg van een normaal bagagevoertuig, buiten het feit omdat deze is uitgerust met geavanceerde technologie, waardoor het zelf kan rijden. Zo kan het bijvoorbeeld invoegen op wegen, kan het stoppen voor verkeerssignalen en houdt het rekening met overig verkeer. Zoals je kan zien aan het voertuig, zitten er allerlei sensoren aan de bovenkant en aan de onderkant. Daarmee kan het goed inschatten waar andere verkeersdeelnemers zijn, maar ook waar mogelijke obstakels of objecten zijn. Zodra het voertuig een actie heeft gekregen in het bagagegebied, kan het zelfstandig rijden tot aan het platform. Daarbij de rode lijn stopt het voertuig en neemt de safety operator het voertuig over om het veilig naar de bagageafhandeling te brengen. Het doel van deze pilot is eigenlijk om te leren hoe je nou zo'n zelfrijdend voertuig moet integreren hier in het verkeer op Schiphol. Nou, op Schiphol voorzien we dat in 2050 onze airside-operatie er anders uit gaat zien. Wij werken toe naar een schonere, slimmere en autonome airside-operatie. En dit zelfrijdend voertuig is daar het eerste voorbeeld van. De proef hier op Schiphol duurt ongeveer 8 weken. En na deze 8 weken hopen we dat we voldoende hebben gezien dat we dit soort type voertuigen, zelfrijdend, in de toekomst mogelijk kunnen inzetten.